Dit YouTube-kanaal, vandaag lekker vanuit Efteling. Sorry dat de video iets later is. Ik was dit weekend bij de marathon van Rotterdam, want mijn moeder liep hem. Dus ik kon even niet opnemen. Maar nu zijn we er. Het is nu een dinsdag, dus daarom dat die later online komt. Morgen ben ik in Toverland. Helaas ga ik daar niet filmen. Dat werkt niet zo goed, denk ik. Misschien wel onride. Ik neem sowieso mijn chest mount mee en mijn GoPro ook, dus die neem ik wel mee. En we zijn weer van een land af, want Spatschermeland is er niet meer. Dus dat is ook heel fijn. Zijn we daar ook vanaf, van die Spatschermen, al denk ik dat ze vrij snel misschien wel weer terug moeten komen, want volgende week dinsdag is er weer een persconferentie, maar goed, dat gaan we zien. Ik ga ook even kijken hoe het park er nu dan bij ligt. Ik zie al dat de ingang vol staat met bouwwerken, dus daar zijn ze ook iets aan het doen. De wereld van Sindbad ging het ook alweer goed mee, dus ik ga even kijken. Nou, dit is dus wat ik bedoelde. Hier zijn ze iets aan het doen en daar liggen allemaal lange pijpen en zo, en hier hout. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar oh, ik denk ook sowieso opnieuw aan het verven, want daar staat al een bordje met pas op geverfd. Dus dat is sowieso al, en ik denk dat ze dus gewoon even een jaarlijkse opknapbeurt of zo aan het doen zijn. Ik ben benieuwd wanneer de Efteling weer gaat aankondigen dat het huisje heropbouwd wordt van Holle. Nee, mevrouw Holle, ja. Want het is nog steeds één dood grasveld, nu met een paar bomen. Maar dat is dus nog even afwachten. Dus ook opvalt is, ze hebben hier nieuwe tegels neergezet. En daar hebben ze nu een bordje van de Indische Waterlelies dan, maar ze hebben er extra groen tussen gedaan. Dus zoals hier zie je ook plantjes en zo. Dus dat ziet er wel, het geeft wel een extra sfeer. En dan zijn we eindelijk weer op het pleintje na heel lang wachten, zeg maar. En volgens mij, ik zie meteen al wat dingen. Er zijn hier palmbomen neergezet, daar ook. Ook. En tussen de rotsen is ook beplanting gedaan. Dus dat ziet er allemaal mooi uit en een stuk netter als voorheen. Dat was de Indische Waterlelies. Mooie veranderingen. Ziet er allemaal weer mooi uit. Zijn ze ook lang mee bezig geweest. Dus ja, dat mag ook wel. We gaan nu eventjes door naar de wereld van Sindbad. Om daar eventjes naar een update te kijken hoe het daaruit zag. Wat ik van foto's en filmpjes heb gezien. Zijn ze al gedeeltelijk klaar met het stukwerk. Ook bij de brug van de wereld van Sindbad. Dus daar gaan we nu eventjes naartoe. Nou, de eerste kerstversieringen hangen er ook alweer. Hier een mooi... Ja, hoe noem je zoiets? De bosjes, zeg maar, met een mooie snoep erin. Dus ziet er al leuk uit. We komen nu ook langs de winterweide. En ik zie nu al dat ze daar ook al langzaam bezig zijn. Dus gaan we ook even naartoe. Vorige week stond ik hier nog op het plein. Maar dat is nu niet meer mogelijk. Ze zijn nu echt al langzaam bezig met de opbouw. Daarachter staan alweer van die warmtepaaltjes. Daarachter. En ook meteen naar de wereld van Sindbad. Daarachter zijn dus al de huisjes gesignaleerd. Zeg maar de klimtoestellen voor de wereld van Sindbad. Dus die worden binnenkort waarschijnlijk geplaatst. En voor de rest is nog niet heel veel veranderd hier. Ja, daar dan een huisje voor de warme winterweide. Maar voor de rest nog niks. Dus volgende week zal er alweer een stuk meer staan. Ja, daarachter al wat cadeautjes. Maar de vorige keer hadden dan al een stuk meer staan. Dus
Ja, dan ga ik de volgende keer weer kijken. Kan ik dus een heel klein stukje door het bouwhek heen kijken. Ik ga zo meteen nog verder kijken. Maar wat we hier dus al kunnen zien is dat daar al een hele leuke prullenbak staat. Met hollebolle Gijs met restafval erop. Voor de rest kan ik vanaf hier nog niet veel zien. Ik weet wel dat er al veel veranderd is, maar daar gaan we dus eventjes voor omlopen. Want hier is echt nog niks te zien voor de rest. Dus dat. Nou, ze zijn er dus al iets in die kap aan het bouwen. Volgens mij de animatronic staat daar al. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar hij staat nog helemaal in de folie. Dus die zijn ze al aan het neerhangen. En voor de rest allemaal nog lampionnetjes en zo. Maar in ieder geval is de eerste animatronic al gespot in dit gebied. Ook staat hier nu aan de andere kant van het plein, zeg maar, richting Vogelrok, staat nu ook een bouwwerk. En daar zijn ze dus ook al bezig. Hier komt ook een bruggetje als het goed is. Dus dat. Nou, dit is dus de bouwsituatie vanuit een andere hoek. Ik doe heel even mijn camera zo door het hek heen. Maar ze zijn dus daar al bezig met echte decoratieve dingen, zoals daar een hele rots. En daarachter een muurtje, zeg maar, helemaal in thema. Daarachter, helemaal in de verte, staat er ook al wat, maar daar kan ik niet heel goed bij. En voor de rest zie je hier al allemaal houten schotten en zo. Ik denk dat dat is voor de betonlaag straks, dat er water in kan. En daarachter zien we dus al de gebouwtjes. Dus die komen er ook al aan. Maar in ieder geval, het ziet er allemaal al heel mooi uit. En ik denk dat het straks echt gaaf wordt, hoor. Als je hier dan hele zandlagen zo, dan heb je echt een wereld van Sindbad. Dus ik heb er echt nu heel veel zin in. Nou, blijkbaar heb ik me een beetje vergist. Want hier staan ze nog wel, de spatschermen. Maar als het goed is, bij Piranha stonden ze bijvoorbeeld al niet meer. Dus ze zijn nog niet overal weg, maar wel op heel veel plaatsen al wel. Dus ja. Nou, ik loop hier nu op Piranhaplein en alle schotten zijn dus eindelijk weg. Het ziet er echt een stuk netter uit. En ja, het is nu gewoon weer de Efteling zoals het voor corona was, dus eigenlijk vroeger. En het ziet er weer netjes uit. En we kunnen hier nu ook weer lopen, dus ja, dat is fijn. We gaan nu eventjes naar de Droomvlucht. Daar zijn ook de spatschermen weggehaald, dus dat is ook weer een verandering, zeg maar. Plus, het was daar heel kort achter, 3 minuten toen net. Dus dat is ook leuk om altijd even te doen, al lang niet meer gedaan. Omdat sinds dat de 1,5 meter eraf is, is het eigenlijk heel druk bij de dark rides en niet zo druk meer bij de achtbanen. Maar dat is soms wel eens irritant, want dan kun je de dark rides dus niet doen. Maar nu kan die wel weer, want nu is die 0 minuten. Nou, het is weer normaal hier. Alle spatschermen zijn weer weg. En er is niks meer van te zien, niks meer wat eraan herinnert. Dus dat is heel mooi, hooguit een beetje de hekjes die beschadigd zijn. Maar voor de rest niks. Het is nu weer avond en we gaan weer naar huis. Zijn we er ongeveer 2 uurtjes gewoon lekker geweest. En het gaat dus gestaag bij de bouw van de Wereld van Sindbad. Veel spatschermen zijn weg, zo ook hier bijvoorbeeld bij Carnival Festival. Kan ik al heel eventjes laten zien. Jullie eventjes meenemen. Kijk, is helemaal weg. Geen enkel spatscherm meer. Ook bij Vogelrok niet, daar kan ik het helaas niet laten zien. Maar in ieder geval, dan ga ik hier bij de video afsluiten. Vond je deze video nou superleuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk ook op dat belletje, want anders krijg je geen melding als ik een nieuwe video upload. Zelfs handig. En dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!